Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rayman Legends. Mogelijk de laatste aflevering? Mogelijk. Ja, mogelijk de laatste aflevering. We zitten hier nog in de laatste wereld om 4 levels te gaan en we gaan kijken hoe snel we dit gaan doen. We hebben in ieder geval alles complete, dus we hebben al die algoritme van die beestjes. Oh. Laten we de speedrunner maar even zijn werk doen. Was een leuk idee, maar werkte dus niet. Nee. Maar wat je moet doen... Is dat. Ja, dat is niet. Heyo! En nu kan het weer, hè. Het is zo onduidelijk wanneer je wel die dingen kan doen en wanneer niet. Kom op bij hem. Nou ja, als dat werkt is dat ook goed. Ja, als we 10 sies nog kunnen redden, hartstikke mooi. Maar zo niet, dan maar niet, hè. We hebben toch genoeg nu. Even rust. Moet je nagaan dat de speedrunners zijn die dit even, een half uur kunnen door of 3 uur door kunnen doen zonder een moment maar break. Ja, mij niet gezien. Nou, dat was het leveltje. Nog 3 levels te gaan. Waarom zijn sommige levels ontiegelijk lang en sommige levels... Oh ja, jullie zijn al klaar. Ik weet het, er zitten waarschijnlijk secrets in, maar alsnog. Ja. Goed, nog 3 levels te gaan. Jongens, meisjes. Ja, want we hebben nog deze, we hebben nog een bos en nog een muzieklevel. Ja. Spannend. De hel breekt los. Nou, dat deed de vorige aflevering al. Ja. Nu zijn we zelfs een rage quit uit een level. Nee, niet. Idee was mooi, uitvoering wat minder. Lekker bezig. Hi Murphy. Kunnen ze niet gewoon een paar levels zonder dat beest doen? Yay! Murphy is gone! Oh, dat had ook gekund. Ja. I can Murph for the first time. Hi. Alsof je het op het toilet zat, hè? Mm-hmm. Ja, dit was ook even iets te... Ja, ik dacht, jij kilt hem wel, ja, niet dus. Ja, dat was ook een hele terechte gedachte. Hey. Okay. Even focus, boys. Nee, hij moet niet stoppen. Waarom stopt hij nou? Momenten moet blijven, anders kan je het niet halen. Hey, precies, maar ja. Nou, behoud, daar zeg je het heel goed. Behoud die momenten, behoud het momentum. Hoe stop je met mijn auto? Ik had het heel mooi gevonden als ik gewoon een stuk naar beneden kon gaan.
Ik wil hem precies in het midden hebben. Wat doe jij op het moment dat je moet gaan rennen met naar beneden moet rennen? Zeg maar? Oh, dat heb ik laten zien. Ik spring meteen naar de overkant en ik druk maar meteen naar voren. Oh, gewoon naar boven blijven drukken. Ja. Het is zo onlogisch, maar. Ja. Ja, sorry, dat is te laat. Maar soms is die slang heel snel en soms is die slang ook verdomd traag. Ja, dat lukt mij niet om iedere keer uit de buurt in de slang te blijven, maar ja. Die slang rubberband mogen ook als de mallen. En ik kan niet heel snel heen en weer gaan wisselen met die kerkers. Dat is mijn hele probleem iedere keer met freaking Murphy. Oké, got it. Nu snap ik hem. Nu gaat het nog lukken. Mooi, dus als ik dood ga, probleem met dat op Murphy. Goed om te weten. Hij was niet op tijd helpen. Ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dood, ik focus op jou. Oh, kut. Mijn fout. Oké. Maar ik kan niet op mezelf gaan focussen terwijl ik op Murphy let. Dan... Nee, dat kan. Ja, het kan wel. Ja, dan ga ik ondertussen een keer dood. Opeens, wat fuck? Oh, dit is wel fijn. Dat moet je doen, dus. Ah. Ja, ik had ook gehoopt dat die checkpoint lang meeging, maar dat was dus niet het geval. Ja. Die is moeilijk. Oké, ik vind dit op zich best een leuk level hoor. Dat is net die ene die wij geskipt hebben de vorige aflevering. Dat vond ik op zich ook nog best wel een leuk level en hij is gewoon moeilijk. Nou, ik vind deze wat eerlijker, want je blijft wat langer op jouw paal zitten. Ik doe niks. Ik kan alleen maar bezig met Murphy dit keer. Oh. Oké. Oh, moest er nog eentje? Ja. Ja.
Eens te vroeg. Oké, okay. Dan probeer nog een keer. Dat was leuk. Dat was eerlijk, ik spawn en ik ga meteen dood. Okay. Is hier het einde? Ik vind het akelig stil, dus ik denk het wel. Ja, maar dit is gewoon gemeen. Ja. Dit is gewoon gemeen. Maar je had het in de gaten. Ja. Woe! We hebben er één! Zie! Dat is zo smerig. Ja. Maakt niet uit. Twee levels. Uh-huh. Van één muzieklevel en nu een boss level. Yep. Duistere wolk. Woe! Ja, ze mag gerust naar buiten hoor. Het is 30 graden. Duistere wolk met regen mag ondertussen wel. Oh nee, ik hou van de deur. Ik heb er een stronthekel aan. Ik weet het. Oh. Ja, hoe zou dat toch komen? Je denkt altijd met die jump pads dat het in één keer lukt, maar ja. je moet dat doen. Zo. Kost deze boss zometeen maar één hit. Dat zou eens wat zijn. Hoi, hoe maakt u het? Oh, dat is netjes van het bos. Heeft alleen geen ruimte voor beweging. Maat. Ja, bij die laatste moet je weer jumpen, dus dat dus niet doen. Dat ook niet doen. Ja, maar nu dan. Kunnen wij beginnen met de bossfight? Dat is eerlijk. Dat is niet eerlijk. Wat is hier de bedoeling van? Oh ja, we hebben hem. Oh, we moeten hem gewoon hitten. Even een domme vraag, wanneer kregen wij deze power op opeens? Halverwege mijn platform, hè? Ah. Moet je nagaan hoe weinig ik al op zit te letten. Ja.
Oké, okay, poging nummer 25. Ja, je kan hem niet outrunnen. Ja, maar dan is het toch vaak heel moeilijk. Oh, dat vind ik goed. Ja. Ik wil net zeggen, beweegt hij zich in een achtvorm? Ik wil zeggen van wel. Ja, hij beweegt zich in een achtvorm. Dus nu komt hij weer naar onderen. Oké, zo zit hij in elkaar dus. Dat moet ik weten. Want dan weet ik ook dat als hij hier gaat springen, hier naartoe. Om dan door te springen en dan hebben. Alleen ja, je moet continu in beweging blijven. Zo moet je hem doen. Dus iedere keer in een soort van achterkleuren proberen te pakken. En tussen de bedrijven door proberen te hitten. Grijpt hij ons net weer. Het helpt wel als je zijn staart niet kan poorten. Volgens mij zit het niet altijd achter je, hoor. Nee, soms maak je er rondjes van, ja. Maar in het begin zit er een set patroon in en dan is hij klaar mee. Ah, en dan zou ik zo gigantisch kloten. Waarom rent hij nou niet door dan? Ah, net. Ik zit dan net in zijn klauwen. Volgens mij is het random, hoor. Ja, volgens mij nu ook. Er zit wel een ritme in, maar je kan hem niet outspeeden. Nee, dat is het hele probleem. Je kan hem niet outspeeden. En hij heeft al meteen een hitbox wanneer hij God verlaat. Dus zo snel opeens, hij heeft al zo'n speed-upje. Oh, dat is de truc. Hey. Kijk maar, we kunnen nu gewoon blijven staan. Hij kan alleen maar damage doen wanneer hij ons met de bovenkant raakt. En zolang hij niet met ons de bovenkant raakt, hebben wij niks te doen. Dat is eigenlijk.
Degene is tenminste nog wel zo vriendelijk om dat te doen, maar holy. Hè? Wat even. Oké, dus die moet je ontwijken, want die lanceert je in de... Maar je gaat veel te hard. Ja. Oké. Je moet zo snel mogelijk eruit, dus je moet precies tussen deze gloof... En dan kan je nooit meer omhoog komen. Nou, dat kan wel, dan moet je weer zo'n downswipe doen. Met een downswipe kom ik er ook in. Ik heb nu deze nog wel geprobeerd. Oh nee, wacht even, dat kan wel. Oh nee, maar dat kan wel, kijk maar. Neem maar die. Hup, hup. Go. Nice. Maar ja, dan kom je nog verder. Dus volgen en net voor het einde downswipen. Ja. Maak ondertussen, want ik zit een beetje bij je, een beetje bitter overal. Sorry dat ik het zeg hoor, maar deze is een stuk makkelijker. Ja, nee, ik ben er wel met je eens. Staan wel stil, maar. Ja, ik merk wel, je blijft aardig lang in de lucht hangen. Nee, in vergelijking met de hand van net stelt dit niks voor. Dat is zo ongelooflijk laag. Precies, daarvoor. En dan. Ik verwacht dan dat je ook zo'n speed-up krijgt om te springen, snap je? Ja. Ik heb exact hetzelfde. Ik denk van oké, speed up, ga, maar dat krijg je niet. Of je stopt te vroeg, ik weet het niet, maar... Nou, jij krijgt een dood blijkbaar. Ik vind het ook zo mooi dat je soms ook gewoon niet recht naar voren wordt gestuurd. Dan word je gewoon direct weer in de kant op gestuurd. Houd je momentum. Hoezo gaat hij dan weer opladen?
Oh, dan moet je daar weer zo'n down dash doen. Ja. Dan zal ik me even aangeven met een kleur of zo. Geen idee, maar. Eén ding weet ik wel, zometeen hebben we dan denk ik dan nog maar één fight tegen de zwarte wolk en dan is het denk ik klaar. Linker. Nice. Nice in on the king. Dat is zo pietje precies dat stuk. Je moet, ja, als je daarop gaat landen, moet je meteen weer rennen. Ja, maar dat probeer ik. Hier, waarom doet hij het bij mij nou niet? Kom op. Wat is nou rennen? ZR. Ja. En ik ga er nu net weer naast, verdomme. Ja, precies in het midden. Ja, perfect. Oh ja. Je krijgt net die momentum mee dat je tegenin wordt geschoten. Ah. Je gaat gewoon te hard dan, hè? Ja. Dat is het hele probleem met dat stuk. Je gaat net... Wat een kutspel. Nee. Ja. Ik kan er niet al te ver naar voren kijken. Maar. Ja, ik probeer jou nog te raken. Ja, probeer, ja. Hoef je niet meer te proberen. Nee. Final destination. Ja, ik maak jou daar een keer wakker. Stout beestje. Stout beestje. Ik krijg zijn vleugel net. Zijn opgeladen is wel handig, denk ik. Ja. Oh, je leeft nog pas. Net dat puntje van zijn vinger.
klimmen naar de andere kant toe. Doe maar. En nu ga je aan de andere kant schieten. Oh ja, ik snapte wat je nu pas wat je bedoelde. Ja, ik ben telkens te laat, want ik wil net die laatste hit nog tegen me doen. En alsnog vind ik deze dan makkelijker dan, fase 2. Nee, dan fase 1 bedoel je. Ja, maar ik vond fase 2 vond ik zelf wel moeilijker dan dit. Ja. Ik zou die vleugel graag willen hebben, dat ik gewoon stil kan blijven staan. Ah, wat een bijna. Dat zou het mooiste blijven zijn als we gewoon stil kunnen blijven staan tegenin. Ja, ik heb een stuk van onze vleugel opgemaakt. Mooi. Ja. En nu wordt het heel makkelijk kunnen gewoon stil blijven staan. Ah, dan pakt die andere vleugel. Net die laatste. Oh, dat was een hele mooie. Ja, praat de jumper dan. Nu hebben we de kwakkie. Oh, Peppy en Kwakkie. Fase 2 is of dat we het te lang over deden? Nee, dat lijkt me niet dat we het te lang over deden. Thank you.
Dat is muziek. Meer dan van mensen denken van, oh, deze boss heb je binnen 2 seconden wel klaar, dus... Hij zit gewoon in de loop. Ja, net die cluster aan bij de vleugel. Ja, het is die vleugeltip. Die naakt ons iedere keer. En heb je ook soms het probleem dat als je zegt ik wil hem inladen. Ja, dat hij dan niet inlaat. Dat hij dan niet inlaat. Nee. Ja, dat heb ik ook wel eens, ja. Ik denk echt wel dat het komt omdat we niet snel genoeg kunnen killen. Dat, ja, op het moment dat we echt alleen die ene hand nog open hebben, moeten we gewoon naar rechts. Ja. Wat een gezeik zeg. Ja, soms moeten we ook geluk hebben met waar die vleugeltip staat. Ja, dat was het dus. Ja. Klaar? Nee. Het is Megalor zoals Kirby. Heb je nog een fase 20? Ja. Oh ja, moesten deze gozer nog even afmaken. En de laatste maan. Ik had gehoopt op iets speciaals, maar... Ja, helaas, niet dus. Helaas. Dat was de laatste, denk ik. Of nee, we hebben nog een musical. We hebben alleen nog de musical. Alleen de vraag is, wil je dat in deze part nog doen of in de volgende? Ja, maar dan heb ik maar één ding voor een... voor één level. Ja. We hebben wel credits nu. Dus? Oké. Okay. We moeten hier naar kijken. Nee, dan gaan we naar kijken. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Of dit kan je overslaan. Oh, dan doen we toch even dit ene level te nog. Ja. Dan wil ik jullie nog niet bedanken voor het kijken van deze aflevering. Helemaal prima.
Nog één aflevering, jongens en meisjes, dames en heren. Nou, nog één aflevering, gewoon deze aflevering. Sorry. Nog een paar minuten. Nog een paar minuten. Dragon Slayer. Oh, inhouden dus. Oké. Okay. Yeah. Gaat super dit. Ja, ik ben niet bij, ik Oké, ja, wel vast van een checkpoint. Ja. Ja, ik was te laat met jou te raken. Ik wou net zeggen, zeg nog niet dat hij nu al klaar is. Een beetje in het centrum gaan staan, El. Je moet jumpen. Ik zag mezelf helemaal niet meer. Nee, dat is dus het hele punt. Je moest gaan jumpen. Nee, niet. Net te traag. Oh, moet die andere kant op. Mooi dat je ook blijft zitten, hè? Mm-hmm. Ja, we landen niet exact op en dat is het probleem. Iets te veel in één keer. Weer hier. Ja, want op zich dat stuk daar stelt niks voor. Qua lengte. Dus ik snap ze wel. Zie je, want je bent er nu al doorheen, dus... Oké, okay, zo snel mogelijk op de draak springen en dan kan je door. Oké, go. Meteen op de vuurspuwende dingen springen. Maar je moet niet te snel, je moet nee. Even wachten.
Ik raak hem aan. Wat is er voor onzin? Wee, net te laat. Ja, we zijn er. Nice. Dat was een mooie afsluiter. Bedankt voor het kijken van deze serie. Vond je het nou een leuke serie doen? Duimpje omhoog. Vergeet zeker niet even het kanaal van Jordi te checken in de beschrijving. En dan zie je graag bij een volgende serie. Adios, amigos.